Hoi, in deze video leg ik je uit hoe je door middel van Wistia Sobox jezelf en je beeldscherm heel makkelijk kunt opnemen. Op die manier kun je een instructie, les of presentatie heel simpel delen met anderen. Let erop dat je bij de gratis versie alleen een linkje kunt delen en bij de betaalde versie kun je de video echt als bestand delen. Oké, ik ga als eerste naar mijn webbrowser. Het is belangrijk dat je Chrome gebruikt. Je tikt in Sobox Wistia. En vervolgens ga je naar deze link, Sobox Video Recorder Google Chrome. Want het is belangrijk dat je eerst een extensie downloadt. Dus ik klik vervolgens op toevoegen aan Chrome. Dan extensie toevoegen. Dan zie je dat hier rechtsbovenin een klein camera-icoontje staat. Sobox wil nog een paar dingen van mij weten, dus die vul ik even in. Submit. Hier moet je je webcam en microfoon toestemming geven. Heel belangrijk. Toestaan. Nou, om te beginnen met opnemen is het heel simpel. Je klikt gewoon hier op dit icoontje. Nu zie je dus jezelf in beeld. Wat heel erg belangrijk is, is je ziet jezelf hierna niet meer in beeld. Dus op dit is het moment dat je dus eventjes je kader bepaalt. Dus misschien moet je je laptop nog iets meer verplaatsen. Nog wat dingen van de achtergrond weghalen. Je kunt, wat jij zelf wil. En dan is het heel simpel. Dan klik ik op Start Recording. En dan klik ik deze aan. Je volledige scherm delen. Delen. En nu telt hij af. Oké. Nu is hij dus mijn scherm aan het opnemen. Ik zie mezelf nu dus niet. Maar het is wel belangrijk dat je dus gewoon in de webcam praat. En vervolgens kun je dus ook je scherm laten zien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Stel ik wil bijvoorbeeld een website laten zien. Dan tik ik die in. En dan laat ik bijvoorbeeld zien dat je op deze website naar blog kunt gaan. Waar je verschillende informatie kunt vinden over videomarketing. Nou, met mijn muis kan ik natuurlijk dingen aanwijzen wat belangrijk is. Oké, nou voor nu is het even goed. Dus ik klik hier rechtsboven op Sobox Video Recorder om de opname te stoppen. Dan kom ik hier terecht. Hij is nog even aan het uploaden, zoals je hier rechts ziet. Ja, hij is klaar. Oké, en wat nu heel erg leuk is, is dat ik hem heel makkelijk kan editen. Want, ik scroll er op deze manier eventjes doorheen. Hier zien jullie hetgene wat ik dus net heb gedaan. Maar ik vind het leuk als ik bijvoorbeeld in het begin volledig in beeld ben. Nou, dan zie je hier zo icoontjes in beeld. Hier zie je een poppetje, een scherm. Hier alleen een scherm, hier alleen een poppetje. Ik vind het leuk als ik in het begin helemaal in beeld ben. Dus, dan klik ik bijvoorbeeld op het poppetje. En dan ben ik volledig in beeld. Maar vanaf hier wil ik mezelf en het scherm in beeld hebben. Dus dan klik ik die aan. Die kan ik ook nog weer verplaatsen. En hier, als we bij de website zijn aangekomen, wil ik bijvoorbeeld het hele scherm. En dan klik ik dus die aan. Dus daar kan je een beetje mee spelen. Aan het eind is het leuk als je jezelf weer volledig ziet, bijvoorbeeld. En daarnaast kun je ook inzoomen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld het volledige scherm gekozen. En dan kan ik hier op het plusje of het minnetje klikken. En dan verplaats ik mijn beeld nog even en dan kan ik op die manier de aandacht op bepaalde dingen vestigen. Oké, als je hem even wilt checken, nu is hij dus kun je hem hier afspelen. Ik zie mezelf nu dus niet, maar het is wel belangrijk dat je dus gewoon... Dus dat vertel ik wil scroll er even doorheen. Een website laten zien, naar blog kunt gaan. Dan klik ik vervolgens op Customize. En dan kan ik hier nog verschillende dingen
aanpassen, zoals de video title. Hier kan ik de thumbnail aanpassen. Dus dan maak ik even een foto. Oh, nou, dat ging een beetje snel. Dus ik tik op retake. Hij gaat dus automatisch zelf aftellen. Nou, prima. Use thumbnail. Ik kan hier nog een color veranderen. Leuk, rood. En een call to action kan ik kiezen. Dus een tekst die je aan het eind van je video in beeld wil hebben. Tekstlink bijvoorbeeld. Deze tekst. En dan kan ik hier de link toevoegen. En kijk, als ik er nu dus op klik aan het eind, dan gaat hij dus automatisch naar die website die ik heb gelinkt eraan. Dit hoeft allemaal niet per se, maar dit kan. Nou, dan klik ik op save. Als je dan helemaal tevreden bent, dan ga je naar share. En dan kan je deze link kopiëren en plakken en opsturen naar degene die je moet zien. Ik hoop dat jullie wat in deze uitleg hadden. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op. Veel succes!